laatste woord in de 8 december moordenzaak. Suriname nog steeds Caribisch volleybalkampioen. En Issam Asinga is atletiek kampioen. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Vandaag was mogelijk de één voor de laatste dag van het strafproces van de 8 december moorden. Om precies te zijn was het het einde van het hoger beroep. Dat is wanneer een verdachte het niet eens is met de uitspraak en het proces als het ware opnieuw wil laten beginnen. Wat er vandaag is gebeurd is dat de verdachte plegers en opdrachtgevers van die beruchte avond de kans krijgen om het laatste woord te geven in de zaak. Maar wat betekent dat? Het laatste woord is iets dat we allemaal kennen. Jij wil het ook wel eens hebben in een discussie. Soms mag je het niet, maar in de rechtszaal heeft de verdachte het recht. Dat betekent dat het hof aan een verdachte moet vragen of zij het laatste woord willen hebben. Maar het is geen plicht. De verdachte is niet verplicht. De verdachte mag ook zwijgen en zeggen: ik maak geen gebruik van mijn recht om het laatste woord te hebben. Vandaag mocht de hoofdverdachte in de 8 december moorden strafzaak, Desiree Delano Bouterse, het laatste woord hebben. Maar wat betekent dat precies? Dat betekent dat die persoon aan de rechter mag voorhouden hoe de persoon daar persoonlijk tegenover staat. Het is belangrijk omdat de rechter daaruit mogelijk ook informatie kan halen over hoe de persoon in elkaar zit. Wat mijn hoop is, dat het laatste woord van de verdachte iets toevoegt aan de waarheid. Wij zijn gekomen eigenlijk om het laatste woord te horen van de Bouterse, maar echt, dit is gewoon lariekoek. Hier hebben we helemaal niks aan. Onze advocaat staat straks in de voorstelling. Maar wij zijn hier gekomen echt inderdaad voor het laatste woord van meneer Bouterse met een hoop, misschien een ijdele hoop, dat hij iets zinnigs zou vertellen. Maar dit is 0,0. Hier hebben we geen tijd voor. Wat dus is gebleken uit de uitspraken van de nabestaanden over dat laatste woord van meneer Bouterse, is dat hij voor hen niets heeft toegevoegd aan de waarheid. Er zijn zelf gevallen geweest dat een verdachte zijn laatste woord verkeerd heeft gebruikt en zo nabestaanden kwetst en meer celstraf krijgt van de rechter. In het geval van het 8 december strafproces heeft het Openbaar Ministerie al het maximum geëist. Dus in dit geval kan het niet meer worden, maar in zijn algemeenheid is het inderdaad mogelijk dat een verdachte in zijn laatste woord bijvoorbeeld tekeer gaat tegen de rechter of tekeer gaat tegen nabestaanden, dat de rechter hem of haar dat aanrekent en inderdaad soms, al is er bijvoorbeeld 18 jaar geëist, 20 jaar geeft. Dat kan. Maar dat was het. Als het om bewijzen presenteren en verdedigen tegen die bewijzen gaat. Na vandaag komt alleen nog de uitspraak van de rechter. En dat kan schuldig zijn of een verzoek om nog langer over de uitspraak na te kunnen denken. Maar er kan geen hoger beroep meer komen. Dus is de uitspraak schuldig, dan geldt de eis van 20 jaar cel nog steeds. En dan moet het Openbaar Ministerie en zeg maar het Ministerie van Justitie moeten zorgen voor de uitvoering van die straf. En daarbij kan wel rekening worden gehouden en moet wat mij betreft zelfs rekening worden gehouden met de gezondheidstoestand van een verdachte. De rechter die de uitspraak doet, houdt geen rekening met de toestand van verdachten. Dus ziek of oud zijn maakt niets uit in de uitspraak. De gevangennemer, dat is de politie, moet wel rekening houden met de mensenrechtenregels en meneer Bouterse dus gepast op zijn situatie gevangen houden. Maar dat betekent niet dat je in vrijheid wordt gesteld omdat je ziek bent. Nee, dat betekent wel dat ook al ben je in de gevangenis, dat je recht hebt op goede medische zorg. Jaarlijks worden er verschillende kampioenschappen gehouden in verschillende soorten sport. De afgelopen week was het de beurt van de Caribische volleybalkampioenschappen en die zijn hier in Suriname gehouden. Suriname is voor de tweede keer op een rij volleybalkampioen van het Caribisch gebied.
Ons team heeft het opgenomen tegen 6 andere landen, waaronder Barbados. Die laatste hebben zij zondagavond verslagen in een hartstilstaande wedstrijd van 5 rondes, met elke ronde zo dichtbij van overwinning. Maar waarom was het zo spannend? Nou, volleybal heeft veel spelregels en het puntensysteem is niet zo moeilijk te begrijpen. Het begint met een service. En als de tegenstander de bal niet terug kan kaatsen, is het een punt voor het serverende team. Kan de tegenstander het wel terugkaatsen in het veld van het serverende team, is het een punt voor de tegenstander. Er zijn verschillende manieren om punten te maken tijdens een volleybalspel. Maar dit is de eerste en makkelijkste manier. De reden waarom de wedstrijd zo spannend is geweest, is omdat er vele verschillende manieren zijn om een punt te maken en allemaal gebruikt zijn. Van achter elkaar scoren, kijken of de bal in of uit het veld gevallen is, tot het spannendste van allemaal, de rallies. En een rally ziet er zo uit. Het begint met een service. Vervolgens wordt de bal gepaasd en aangevallen naar het serverend team. Het serverend team paast de bal en er wordt weer aangevallen, maar naar de kant van de tegenstander. Het kan zo een aantal keer heen en weer gaan. Omdat dit veel en snelle bewegingen vraagt, zijn de rallies het moment dat een team kan laten zien hoe goed ze zijn. En dat is precies wat de Surinaamse spelers hebben gedaan. Laten zien hoe goed ons volleybalteam is. Ouders en kinderen waren allemaal in de Anthony Nesty Sporthal om ons nationale team te ondersteunen tijdens deze spannende laatste wedstrijd. Het publiek heeft laten horen dat ze 100% achter de spelers stonden. Oké, ik als ze zouden winnen of niet, want het is de finale, dus I want to see the cup. En ik vond het vreselijk leuk dat ze hebben gewonnen. Ik wil de jongeren aanraden om volleybal te proberen, zodat die sport meer leven kan krijgen. Jullie zien het resultaat. Maanden hebben individuele Surinaamse sporters op buitenlandse podia opmerkelijke prestaties geleverd zonder overheidssteun. Ze bereikten hoogtepunten door eigen inspanningen en enkele sponsors. Een recente was Isam Asinga, die in Brazilië indrukwekkende records vestigde. Aya Cinco e Jasinga Isamade, de Suriname. Isam heeft op zondag zowel het U20 wereldrecord als het Zuid-Amerikaans record op de 100 meter sprint behaald en won ook de Zuid-Amerikaanse titel op de 200 meter. Hoewel hij in de Verenigde Staten woont, wil de 18-jarige Suriname vertegenwoordigen in internationale toernooien. Het toernooi in Brazilië was het eerste grote evenement waarbij Isam Asinga Suriname vertegenwoordigde. En zijn prestaties kregen veel aandacht, zowel in de Braziliaanse media als op de sociale platforms. Hij werd zelf geëerd tijdens een evenement in verband met de Olympische Spelen van 2024 door Manoj Hindori van het Surinaams Olympisch Comité. Het is nog niet duidelijk of de regering waardering zal tonen voor Isa. Niet alleen voor zijn opvallende prestaties, maar ook omdat hij, ondanks hij in het buitenland woont, ervoor kiest om Suriname te vertegenwoordigen. Ook is het niet duidelijk of Isam ook zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs, waarvoor het aftellen al is begonnen. Suriname lijkt ook met wielrennen te zullen deelnemen, met Jair Chonafa,
die al een succesvolle wielrenner is op internationaal niveau. De deelname van Surinaamse sporters aan de Olympische Spelen is nog onzeker. Maar als ze deelnemen, moeten ze snel beginnen met voorbereiden, aangezien de tijd vliegt. En dat was het voor het Jeugdjournaal. Slapen jullie lekker en tot morgen. Doei doei!